dog effect. Nummer 1 en 2 van het kampioenschap 2014. Starten daarnaast elkaar. Op 448 Roy van Voort uit Amerika gaat wel door op de eerste plek. 462 Koen van Wellen Overloon is terug naar de derde plek. Want dat daar 265 Rick Bennebroek en Steunen tussen gekropen is. Rick van Voort uit Amerika op de vierde plaats. Roy van Voort uit Amerika op 1. Bijna zin. Rick Bennebroek uit Veulen op de tweede plaats, 265. Heeft een goede dag, werd tweede in de vorige maand. Nu weer op de tweede plaats, 262. Komt er wel in Overloos. Op de derde plaats, 247. Rick van Voort uit Amerika op de derde plaats. Twee ronden nog te gaan. Het lijkt een klein beetje dat de kaarten gestut zijn. Misschien dat 247 Rick van Voort uit Amerika in de gaten heeft dat er aan die binnenkant wat ruimte is. Maar de snelheid is behoorlijk aan elkaar gemaakt en 265 Rick Bennebroek uit Veulen moet een beetje uitkijken. Want 262 Koen van Wellen Overloon, de man van Agraservice Nabios, komt dichterbij. Komt duidelijk dichterbij. Valt aan die binnenkant, pakt de tweede plaats. Wow, in één beweging. Ah, dat is gewoon de klasse, hè. De 262, Koen van Wellen Overloon, nu op de tweede plaats. Aan de leiding is de 248, Roy van Voort uit Amerika. Hij wint deze finale. Pakt de dubbele punten. 262 Koen van Wellen Overloon op de tweede plaats. 265 Rick Bennebroek uit Veulen is ook blij met zijn derde plaats. 247 Rick van Voort uit Amerika op de vierde plaats. Dan moet een kutje op.